Het heet Ode aan de Maas. En het gaat over dat ik daar elke dag zit. Ook al heb ik een huis. Ik kan niet lang thuis zitten. Ik moet echt wel een beetje ruimte om me heen hebben. En daarom zit ik daar elke dag. En daarom is het mijn levenslied. Ik ga zo naar de Maas. Dat doe ik elke dag. Soms met een traan en soms met een lach. Want bij de Maas zie ik schepen om me heen. Altijd wat te zien. Ik zit er samen of alleen. Mijn naam is Raymond van den Berg. Ik ben 59 jaar jong en we zitten hier bij de ontmoeting. En dit is het muziekhok van de ontmoeting. En hier heb ik leren gitaar spelen en leren zingen. En hier komen dus ook veel meer mensen die dakloos zijn of andere problemen hebben. Ontmoeting is we zijn hier een dienstencentrum. Mensen kunnen binnenlopen. Dat is echt een inloop voor mensen die dakloos zijn of thuisloos. Dus hier beneden in het pand kunnen mensen douchen en eten. Ook een kleding wassen. En op deze afdeling kunnen echt mensen, komen ze voor dagbesteding. Dus mensen kunnen hier muziek maken, liedjes schrijven, zoals Remo. Maar ook schilderen en koken. En we hebben computers waar ze hun e-mail kunnen checken en waar ze ook naar muziek kunnen luisteren. Dan een pilsje pakken, ja daarin heb ik trek. Ja, dat doe ik graag op mijn vaste plek. Rotterdam Noord, Rotterdam Zuid, Oost of West, ik doe gewoon mijn best. Want bij de Maas schepen om me heen. Altijd wat te zien. Ik zit er samen of alleen. Ik ben de oprichter van de Transformers. En de Transformers is een band, of eigenlijk een collectief, waarin we met elkaar de verhalen van de stad Rotterdam en van de straten van Rotterdam transformeren in muziek. Ik zat best wel heel erg in de put, zeg maar. En ik was ook echt dakloos, dus hun hebben mij supergoed geholpen. Als je heel veel problemen hebt gehad, kan je er gewoon uitkomen en kan je gewoon nog wat bereiken. Als je maar de goede mensen om je heen hebt en als je maar gemotiveerd bent. Het gaat nu heel goed met me. Ik doe veel aan sport. Ik zwem 6 dagen per week. Ik kom heel veel in de ontmoeting. Ik maak muziek, wat ik dus ook al heb verteld. Ik heb veel sociale contacten nu opgebouwd. Het gaat gewoon goed met me. En dat is gewoon het belangrijkste. Ja, en dan sta je straks bij Dakloos aan de Kade en zo. En dan ga je je nummer natuurlijk spelen. Dat is hartstikke gaaf. Heb je nog andere doelen, dingen die je wil bereiken? Heb je bepaalde ideeën daarover? Niet echt heel specifiek. Ik wil wel steeds meer muziek gaan maken. Dus misschien een eigen band. Oh, ja. We hebben nu natuurlijk een geformeerde band. Dus een eigen band, dat zie ik wel zitten. En gewoon uit de problemen blijven. Oké. Okay. En positief blijven. Dat is het belangrijkste. Band bij